Lekker, ik zou niet meteen. Ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer met een potje Big Battle op de Hypixel. We gaan eens even zien. Een Sandcastle. Oeh, die ziet er wel heel interessant uit. Even kijken. Hopelijk wat het een Sandcastle is. Een keer wat anders. Nog nooit zoiets gemaakt, maar het is wel eens een keer leuk om te bouwen. We beginnen natuurlijk met een zandondergrond. Vind ik wel even handig. Zo. Always the same teams. Nou, dat vind ik dus weer niet. Oké, we hebben gewoon even sand nodig. Het sandstone kan er ook op zich wel bij. Ja, ik denk dan dat dit ongeveer wel een goed begin is. Chiseled. Maak gewoon even een aantal van die torentjes. We moeten natuurlijk ook niet te groot gaan denken, denk ik. Nou, laten we de redstone stone maar gewoon zitten. Even kijken hoe ik dit ga doen, precies. Nog gewoon hier wat van deze dingetjes op. Misschien iets van een laddertje hier. Doen we dit gewoon mooi even zo. Nou, dan heb ik liever als chiseled. Ziet er toch wel mooier uit. Zo. Dan doen we het mooi zo. Ja, en dan hier natuurlijk ook nog even eentje. Er moet hier eigenlijk nog een toortje komen. Want ik heb niet meer zoveel tijd eigenlijk. Even kijken, hoe heb ik dat daar gedaan? Gewoon zoiets. Nou, probeer ik tenminste nog iets. Ik ga het echt niet redden. Maar ik denk dat toch weer te extreem, denk ik. Ja. Iets van fences. Ik doe wel gewoon birch fences, omdat het wel een beetje de kleur heeft. Want je hebt ook eigenlijk niet genoeg tijd om dit eigenlijk allemaal af te kunnen maken. Wel jammer. En gewoon nog wat van deze structures die dan uit de grond komen.
Zo. Bijna close. Dit lijkt weer een soort huis. Niet echt een kasteel, dus ik ga voor poep. Waarom zit er glas? Ik weet niet wat hier van gaat, maar het is geen zandkasteel. Hoppakee. Oh, het is. Ja, het is wel redelijk. Oké, hoeft hij iets zat te zorgen gekregen? Dat is wel heel knap. Oké. Die heeft het niet eens afgekregen. Ze is er waarschijnlijk net zo extreem ingegaan zoals ik. Ah, okéetje. Ik snap wat hij wil doen. Het is alleen niet af, dat is het probleem. Zo. Ja, wel, mensen zijn voor een beetje hetzelfde thema gegaan. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel logisch, want het thema is ook zandkasteel. Zesde. Oké. Nou, behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Dit is een kortere aflevering. Behalve, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.